Nou jongens, voor vandaag. Luister maar goed. Hey mensen, goedemorgen. Ja, het is echt goedemorgen, want het is nu denk ik 7 uur of zo. Vandaag hebben we best wel een vet project, want ik ga nu, vanaf dit moment dat deze video online gaat, ga ik het TCO Crew Membership ga ik lanceren. Een heel vet project, het is nu een try-out. We hebben vandaag een Volvo C70 staan. En het is niet zomaar een Volvo C70, want het is van een maatje van mij en die heb ik al een paar keer gezien op car meetings. Ik zal jullie even laten zien hoe die de showplaten ervoor heeft staan. Kijk maar, de Blue C70. Volg hem eventjes op Insta natuurlijk. Het is een niet nieuwe auto, maar het is wel echt een dikke auto. Want het geluid hieruit, dat hebben jullie waarschijnlijk gehoord op mijn Instagram verhaal. En hier zo komt dus een rap overheen, maar niet zomaar een rap. Kijk, natuurlijk heeft hij dan geen oranje interieur, maar dan moet je even wegdenken. Maar zo wordt hij. Super vet natuurlijk. En dus er komt een zwarte wrap overheen. Waarbij dus met witte belettering. TCO. Dit wordt gewoon zeg maar een racebak. Als het ware. Ja. Gaat super vet worden. TCO logo. En wat we doen. En wat we allemaal kunnen doen. Komt er allemaal op te staan. Maar er zit een kleine knik in. Waarbij je dus zelf ook de profijt van kan hebben. Dat het erop staat. Maar dat horen jullie dan wel. Maar ik ga jullie nu laten zien hoe ik te werk ga en wat uiteindelijk een beetje de richting wordt van het ontwerp. Hoe het er echt uit komt zien, want dit is natuurlijk wel heel vet. Ik ga eerst even de auto helemaal schoonmaken en droog natuurlijk. Ik zit nu mijn statief te zoeken, maar die vind ik vast wel. Maar ik ga jullie laten zien. Watcha! Dus we zijn nu na het avondeten weer op de zaak.
Zoals jullie zien heb ik al dit deel kunnen doen. Deze bumper. En ik heb nog de ene streep, zeg maar hier zo. Die heb ik hier kunnen neerzetten. Ja, je ziet het bijna niet op de camera. Maar hij zit er. Dus dat zit erop. En nu gaan we dit deel doen. Daarmee ga ik jullie ook meenemen. Ik wil dit deel aan jullie uitleggen, want dat is best wel interessant om te zien, vind ik zelf. Is ook wel leerzaam. En uiteindelijk komt er dan vanuit hier zo'n hoek. Dat gaat het, zeg maar, matchen met deze twee. Dus ik ga eventjes weer voorbereiden, een beetje schoonmaken. En dan ga ik jullie weer meenemen in het proces. Nou, we zijn... Oh, mijn camera is vies. Nou, we zijn zover gekomen dat we in ieder geval één kant schoon hebben. En ik wil jullie eventjes laten zien wie erbij is. Hallo, hallo Lars. Hoe is het? Goed, goed. Mooi, mooi. Hij is nu eventjes hier zo. Hij komt even kijken naar de Volvo. Hij werkt ook zelf bij Volvo, dus dat is natuurlijk een 1-2'tje. Hij gaat mij eventjes helpen ook met de deurhendels loskrijgen. Want zijn we achtergekomen dat dat moet door het hele deurpaneel te verwijderen. En dan ook het slot te verwijderen. Dus we proberen nu een beetje te brainstormen of dat ook nog andersom lukt. We gaan nu even kijken of we dit kunnen bypassen. Door hem wel eruit krijgen. Want zoals je ziet, loopt hier zo de wrap over het handvat heen. Daardoor moeten we, of ja, ook onderdoor. Zoals als het ware. Dan moeten we gewoon echt het handvat eruit krijgen. In ieder geval, ik ga nu beginnen met die kant. Dan gaan we tot en met hier ongeveer door. Zoals je daar op het ontwerp ziet. En ik ga daar eventjes een timeless maken. Totdat ik op dit stuk kom. Jullie gaan het zien. Nou, we hebben een winnaar. We hebben een winnaar. Het is ons gelukt. We hebben hem bereikt. En hoe kon dat nou? Hierachter zat een schroefje. Die zat hier ingedraaid. En die hield. Even kijken, zo kun je het zien. Aan de andere kant is dat het slot, maar die hield hij tegen, dus die kon er niet uit. En okay. Wij waren aan het kloten hiermee, dat zijn deze schroefjes om eruit te halen. Maar we zijn er gekomen. Ja. Mooi. Dus, in ieder geval deze is alvast af voor als we deze kant gaan doen. En nu moet deze nog eraf. Alleen dat kan jij. Nou, dat moest ik eventjes natuurlijk vastleggen, want dat deed ik niet. Dat was Lars. Ja, toch? Nou, ik ga even verder met voorbereiden en dan zien jullie het. Nou, we hebben nog twee bezoekers. Het is mijn kleine neefje, een van de. Het is Jesse. Hallo dan. Hoe is het, Jesse? Hoe vind je het? Ja. Hoe vind je de auto? Ja? wilde ik eventjes hem in beeld brengen en mijn oom is er ook. En we gaan nu gewoon weer verder. Maar ik was een beetje afgeleid, dus we gaan gewoon weer We gaan door. Nou, voordat ik vandaags...
Nou, voordat ik vandaag progressie ga laten zien, ga ik eerst even opruimen. Dus nu. Ik zal de helderheid wat hoger zetten. Nou, kijk. Nu zie je het al wel aardig. Vooral dit stuk vind ik heel vet. Dat eigenlijk in die bodyline zo verdwijnt en dan een keer weer tevoorschijn komt. Dat is ook wel mooi. Allemaal heel goed gegaan. Ik vind het een mooie transformatie tot en met nu. Dit is ook goed gegaan. Kijk maar. Eén rechte lijn. Zoep. Ja, toppie, 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 toppie. Maar nu zit de belettering nog niet erop. Nu staat de SEO-logo nog niet op. Hierzo komt de Instagram-naam van de eigenaar. Ik ben vast en zeker wat nog vergeten. Ja, super tof dit. Maar het is al laat. Dus ik ga naar huis toe en ik zie jullie morgen. Wij zijn vandaag weer aanwezig. De rest van de dag ga ik eigenlijk met Volvo bezig zijn. Gaan we ook de stickers. Er komt belettering op, jongens. De eerste TCO crewmember. Beetje vet. Even er hier eraan, want het is echt verdomme koud weer hier. Maar ja, ik ga dus weer nu lekker bezig. Het enige wat eigenlijk nog hoeft gedaan te worden is zeg maar deze zijkant. De spaken als het ware. En zeg maar de spaken die daar zitten, zo. In het ontwerp. En de rest is in principe allemaal al gedaan. Alleen dan de belettering en alles nog. Nou, deze moet ik ook nog doen. Die andere twee zijn al gedaan. Gelukkig heb ik gisteravond opgeruimd. Dat vind ik wel fijn. Want anders was die echt een rommeltje geweest nu. Ik ga nu weer bezig. Ik zal eventjes een deel skippen. Want anders wordt de video te lang. En jullie gaan het zien, jongens. Zoals jullie zien zitten contouren eromheen. Dus die zitten. Dus daar komt helemaal zwart. En zo'n streep. En die streep zit erop. En zoals jullie zien, ik heb mijn vader een beetje aangestoken met aan de auto te werken. Dat is mijn vader. Ben. Kijk, hij is super druk bezig. Oh, joh. De hele radio ligt open. Oh nee. Het ziet heel erg druk uit. Hele vette auto. Deze is ook getransformeerd. Heeft hij zelf gedaan. Andere ledlampen achter. Andere radio dus. Maar de speakers doen een beetje raar. En deze hebben jullie op Instagram natuurlijk wel gezien. En deze natuurlijk. In ieder geval, wij gaan ook weer verder. Ik wilde dat jullie even laten zien sowieso. En ik wilde dat jullie even mijn vader ontmoeten. Een soort van. Nu ga ik weer verder. En nou, dat is natuurlijk wel even leuk om mijn eigen omgeving te laten zien. Dus waarom dan mijn vader? In ieder geval, wij gaan weer verder. C70 transformatie. Het is echt heel erg vet geworden. We hebben het design mooi erop gekregen. We hebben
lettering zit erop en de crewmember zit erop. En dat is natuurlijk het hele vette aan deze video, omdat het crewmembership bij deze wordt gelanceerd. Wil jij nou ook een crewmember worden? Contacteer ons, dan krijg je echt een heel mooi design zoals jullie vandaag hebben gezien. Deze video is daar echt een mijlpaaltje voor, dus contacteer ons als je dat wilt. Daarbij is deze video nu afgerond en ik zie jullie de volgende keer. Blijf kijken en misschien abonneren, kan je zelf kiezen. Bij deze is de video afgerond en ik zie jullie later.